nou, hier starten we dan. Ik had nummer 7 getrokken, dus ik ging werd ik afgeduwd en toen ben ik, heb ik plaatsgenomen op nummer 5. Ja, dan is de bedoeling dat je gewoon even een beetje gaat kijken waar je concurrentie zit en voor en achter en tot en met de Danny dan eigenlijk uit de baan gaat. Nou, ik keek om me heen en ik zag dat Jeff snel op 1 reed en Elis op 2, dat zijn mijn voornaamste concurrenten. Daarachter zat ook nog Melanie, die moet ik ook niet onderschatten, want die kan gewoon netjes in het wiel mee rijden. Dus die heb je ook niet zo 1, 2, 3 afgereden. Achter mij zat ook nog Haley en die zit ook in de nationale talentenselectie, dus die kan je ook niet onderschatten. Ja, dus dan blijf je eigenlijk gewoon een beetje dit tempo rijden. Het tempo wordt opgevoerd door de Danny en dan ga je gewoon steeds harder en harder. Wel je concurrenten nog achter in de gaten te houden en je concurrenten voor. Wat doe jij in het laatste deel voordat de Danny weggaat? Ga ik achter kijken wat ze achter doen. En natuurlijk wat ze voor doen. Of vooral mensen naar boven gaan of aanstalten maken om te willen versnellen. Dan moet je natuurlijk je acties op anticiperen. Nou, dat is hier nog niet het geval. Nu is het tempo aardig hoog, zoals je kan zien. Steeds meer het beentempo wordt steeds hoger. Kijk, nu zie je dat ze achterom gaan kijken voor kijken wie wat gaat doen. Nou, ik ging de Danny uit de baan. Toen met nog 1 ronde te gaan, toen dacht ik oké, nu is genoeg geweest, nu ga ik aan. En toen ben ik eigenlijk overheen gegaan en ik heb ze niet meer gezien.